zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is de enige echte Jack Spijkerman. Dank jullie. Dankjewel, goedavond. Hartelijk welkom bij Kopspijkers. En u zult misschien zeggen, wat zie je er netjes uit? Dat heeft een reden. We hebben gisteren de zilveren televisiester gekregen. Nu hebben we geloof ik alle prijzen. De enige prijs die ik nog niet heb, dat is best geklede man van de Nederlandse televisie. En daar ga ik voor het komend jaar. Dat is toch een beginnetje, toch? Oké, nou hartelijk dank. We zijn er weer hartstikke blij mee dat we weer een prijs hebben gekregen. Ja, het programma zit overvol. We hebben het over het liefdesleven van de kou. We gaan het hebben over wintertijd en zomertijd. Hè, want al die ellende. Cabaret is er natuurlijk. Maar natuurlijk ook weer al het fraais wat er langskomt in de media. Met dank voor alle tips die we weer kregen. We hebben ze allemaal gelezen. Gewikt en gewogen. Het koffertje is gegaan naar Leon de Gauw. Hartelijk gefeliciteerd. Nou, wat viel er dan allemaal op? BZN heeft een nieuwe cd gemaakt. Ja, heel bijzonder in het Nederlands. Dat hadden ze nog nooit gedaan. En dan zegt Jan Keijzer ook, die zanger van BZN, die zegt... Ja, dat is heel speciaal als je het in Nederlands doet, want dan moet je goed articuleren. En daar heeft hij gelijk in, want anders kun je het niet verstaan. Maar volgens mij hebben ze met die verstaanbaarheid toch echt nog wel problemen bij BZN, want ik zag dit. De taal is wel een hele omschakeling. Het is heel anders. Je moet meer articuleren, je moet... Ja, dan hoor ik ze toch liever in het Engels of in het Frans. Versta ik ze ook niet, maar hoor ik ze wel. Goed, en een Baantje. Ik ben gek op Baantje. Het leuke vind ik altijd, is er een bekende Nederlander lijk. Nou, altijd leuk om te zien. Maar ik vind die inspecteur de Kok vind ik ook zo fantastisch. Die man die goochelt met bewijsmateriaal. Nou, moet je nou weer eens kijken wat hij nou weer doet. Kijk, dat is bewijsmateriaal. Zie je het? Er staat op twee stukken. Zo, dat weten we dan. Ik denk dat hij thuis is. Hij denkt dat hij thuis is. Dat kan weg. Dat gaat in de rommelbak. En ze gaan naar wat zij denken de dader is. En die gaat geconfronteerd worden. Is er nieuws? Nou, we hebben dit... Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Zit in zijn binnenzak weer. Wow, geweldig. Goed. En ik moet even op een aantal zaken terugkomen. Vorige week zagen wij een fragment van een mevrouw die bij hoog en belaag volhield dat Maastricht een provincie is. Deze week was er weer iets met die stad. Gerrie, komt ie aan. Welke voetbalclub die in de Holland Casino Eredivisie speelt, is afkomstig uit Kerkrade? FC Maastricht. Nog iets waar we op terug moeten komen. Lingo. We hebben u, geloof ik, 2 weken geleden laten zien dat ze bij Lingo steeds gekkere woorden gaan gebruiken, hè? Weet je nog? Maar nou, deze week, als je deze week meedeed, moet je echt een kreukele jersus hebben om nog te kunnen winnen, hoor. Nou kijken, welk woord? We gaan weer naar dat rare 10-letterwoord. Douchegaatje. Douchegaatje? Ja! Wat is een douchegaatje? Dat is niet de douche, dat schrijf je anders. Dus de enige douche die ik ken, dat is die hond. Dus douchegaatje? Ik wil het niet weten, geloof ik, hoor. En dan moet ik ook nog maar even terugkomen op topkok Lonnie. We hebben 2 weken geleden laten zien dat hij eten stond te bereiden aan de voet van een oorlogsmonument. Dat was niet slim van hem. Dus hij dacht, dat gebeurt me niet nog een keer. Deze week is hij gaan koken op het dak van een hotel in Bangkok. Geen gevoeligheden, dat hij niemand kan kwetsen. Want, dacht Lonnie, het zal me toch niet weer gebeuren dat ik mezelf tegenkom in Kopspijkers. Mislukt, Lonnie. Daar ben je weer. Als laatst doe ik een klein beetje van de kapie, de trassie erbij. Beetje. Nou, de pasta is klaar. Wait hier. Ja. En dat heb je, hoe hoger je staat, hoe meer wind je vangt. Ja. Dat is je risico. En verder, dit gerecht heet Genkelan Lukchi. En er wordt nu aan de voet van het hotel een monument opgericht voor een mevrouw die een plantenbak op de kop kreeg. Tot zover wat u ons opviel in de media.
vannacht gaat de wintertijd weer in. Dus dan krijg je dat gezodemieter weer van de klok een uur vooruit of achteruit. En dan kun je korter of langer slapen. Nou ja, de afgelopen jaren kwam dan steeds Peter Heerschop hier om dat uit te leggen. Daar werd het niet helderder van, maar wel leuker. Maar Peter hoeft niet te komen, want we hebben nu Jules Ummels. Welkom, u komt uit Maastricht. Daar is steeds iets mee de laatste tijd, maar goed. Maar u heeft een klok gemaakt waardoor we veel makkelijker kunnen klokkijken. Nou, het is wat minder ruimte en wat minder energie, technisch gesproken. Ja, maar het is om ons het makkelijker te maken om klok te kijken. Voor degene die er lol in hebben. Voor degene die er lol in hebben. Laten we kijken naar de klok die u ontwikkeld heeft. Hier staat hij. Dit zijn niet de normale getallen van de klok, 1 tot en met 12. Leg even uit wat deze cijfers allemaal betekenen. Nou, de normale digitale klok die heeft 4 achten en ik heb er maar 2 nodig. Dus dat is al simpeler? Ja, de linker acht die gebruik ik voor de uren. U bedoelt deze acht, hè? Ja. Dan zitten ze naar die achter te kijken. Ja. En de rechter acht die wordt voor de minuten gebruikt. Dan juist. Boven, daar doe ik een telling van 1 tot en met 15. Ja. En beneden, daar wordt dus voor kwartieren en voor een namiddag mee aangegeven. Nou, laten we maar eens gewoon de klok even laten lopen. We doen het even een klein beetje versneld. En dan gaat u ons uitleggen. Hoe laat is dit? Dit is 1 minuut. 1 minuut? 2 minuten. Ja. Dan 2 plus 1, dat is 3 minuten. Dan krijg je 4 minuten. Ja. 4 plus 1, 5 minuten. Ja. En zo kun je verder tellen. Dit is 6 minuten. Je zit de hele tijd op te tellen, begrijp je? Nee, dat doe ik niet. Het is hetzelfde als de getallen van 1 tot en met 10 leren. Doe je hier de getallen van 0 tot en met 15 leren. En dat doe je sneller dan het alfabet. Stop maar even, jongens hier. Hoe laat is het dan hier? Dit is nu 10 minuten. Ja, 10 minuten wat? 10 minuten? Oh, 10 minuten, 0 uur 10. 0 uur 10? Hier staat niks, dus dan wil dat zeggen dat ze niet meedoen. Alleen de gekleurde getallen, die doen mee en de rest doet niet mee. Maar je zit je toch suf te rekenen als je denkt, ik wil weten hoe laat het is. Ik noem maar het 3:15, je zit je suf te rekenen en voor je het uitgerekend hebt is het 3:30. Ja, maar toch? De bedoeling is dat je niet rekent. De bedoeling is dat je niet rekent. Nou, laat mij nou eens even kijken. Laat mij nou eens een willekeurig tijdstip zien, jongens, een stukje verder. Want die cijfers staan er normaal niet, hè? Nee, die zijn... We gaan even verder. Kijk, nou, dit bijvoorbeeld. Want die cijfers staan er nu niet. Nee. Hoe laat is het hier? Nou, aan de linkerkant ziet u dus dat het 2 uur is. Dat is hierboven, dat is de 2. En aan de rechterkant zie je, dit is 45 minuten, dus er zijn 3 kwartier voorbij en daar komen nog 13 minuten bij. Nu dus lezen jullie natuurlijk. Dus hoe laat is het? Het is nu 2:58 of 2:03. Ligt eraan hoe je leest. Ja. Ik zou lezen 2:45:13 en niet optellen. 2:45:13. Maar iemand die andersom leest, dat kan ook nog. Ja. Er is hier een blokje wit. Dat wil zeggen, er gaan nog 2 minuten voordat het uur vol is. Dus 2:53. Nee. Maar snapt u het? Nee. Nee. Dit is een klok die hoort bij het computertijdperk dus. Maar hoe weet ik nou of het overdag is of 's nachts? Ja, uit het raam kijken, dat snap ik ook nog wel. Maar... Nou, daar wordt 1 blokje voor gebruikt. Dat is hier beneden. Als dat wit is, dan is het voor 12:00. En als dat grijs is, dan is het 12:00 of later. Je moet veel dingen onthouden. Nee, dat is hetzelfde als op een horloge staat PM of IM. Post-reading, okay. Volgens mij zitten veel mensen glazig te kijken, hè? Ja. Ja, wat nou, tijd nodig om het te leren. Het kost even tijd. Nou gaan we naar vannacht. 3:00. We zetten hem op 3:00 vannacht. Is dit 3:00 vannacht? Dit is 3:00 in de voor 12:00. Want dit is de 2 en dat is de 1. Dit is de 1, dat is de 2. Dus dit is 3:00 vannacht. Nou gaat de klok 1 uur terug vannacht. Terug. Dus hij gaat van 3:00 naar 2:00. Laat zien. Dit blokje weg. Klaar. Maar ja, dan ga ik zitten denken, hoe laat zou dit nou zijn? Dit is 2:00. Zijn er al handelaren of fabrieken die hebben gezegd, wij willen dit gaan maken? Nou, het past niet in een programma. Nee. Nee. Misschien zou je eens met Peter Heerschop moeten gaan praten. Wie weet. Die is er misschien in geïnteresseerd. Het is, nou ja, het is een wonderlijke uitvinding. En misschien komt het ooit op de markt. Dank voor de uitleg. Voor zover we het snappen. Graag gedaan. Dank je. Ik heb een Twent tegen een Hollander. En hij begon zijn mediacarrière bij TV Oost. Hij bij piratenzenders. Hij ging via BNN naar SBS. En hij kwam bij Radio 538 terecht. Maar nu werken ze beide bij BNN. Ik heb het inderdaad over Eddie Zoe en Ruud de Wild. Heren. Dat jullie tijd hebben om hier te zijn.
Hoeveel moeten er nog? 21.000. Toch? 893. Voor 1 januari of zo? Ja, voor ja, einde van het jaar. Ja. Ah, mensen. Kom op. Ja? Hoeveel mensen kijken hier naar? Wat is het? 2,8 miljoen vorige week. 1 op de 100. Als 1 op de 100 kijkers nou gewoon lid wordt, zijn wij geen probleem. Vind ik ook. Ik ben al lid en ik vind ook BNM moet blijven. Goed. Nou, heren, we gaan een spel spelen. Fragmenten uit de actualiteit. Laten we maar eens met een eenvoudige beginnen. Deze. Je ziet hier Joop van der Rijden, voormalig politicus, voormalig voorzitter van Veronica. En die houdt een praatje over de politiek, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de man erachter. Die is zijn huisdier aan het uitlaten. Nou zeggen ze wel eens, je kunt aan een persoon soms zien wat voor huisdier hij heeft. Bijvoorbeeld, Hans van der Tocht heeft een tekkel. Dat straalt hij ook uit. Belinda Muldijk heeft als huisdier, weet u het? Ezel. Een ezel. Echt waar. Jort Kelder heeft een Georgina Verbaan. Ja. Nou wil ik van jullie weten, wat voor huisdier heeft deze man? Nou, ik zou direct zeggen een bulldog, maar daarom denk ik een poedel. Jij denkt een poedel? Ja. Oké, jij gaat voor een poedel. Ik ga voor een poedel. Nou, een Duitse hond, gezien zijn kapsel. Nee, is een Duitse hond. Jij zegt een Duitse hond. Ja. Nou, laat maar kijken. In het voor kabinet gezegd, in dat tussenkabinet, dat het voor 2020 niet gebeurt. Luister. Het niet om sluiting, oversluiting om andere reden. En de minister-president... Jongens. Hij is weer een grappig. En ook zo op z'n dode gemak zo. Om erin te komen gaan we wel slaan. Ik bedoel, het was fout, maar even voelen hoe het is dat slaan. Dus Ruud Meppen. Baaf. Jeukje. Ja, dat is goed. Ja, en mis. Die is iets minder. Maar oké, je krijgt kansen genoeg. Want ik heb dit van mij. Afgelopen maandag zag ik om 19:30 bij BMW, Barend en Witteman, heet het dan nog officieel, de directeur van supermarktketen Jumbo. En die zei dit. Het is wel zo dat Jumbo sowieso altijd al de laagste prijs garandeert. En dat doen wij dus ook. En als je nou de prijzen ziet die Albert Heijn gaat vragen, vanaf vandaag, dan hoeven we eigenlijk niet één prijs aan te passen, want we zitten eigenlijk onder iedere prijs. Ja, je hoort het. We hoeven geen één prijs aan te passen. Bijna niet, want we zitten er toch prijs, al om. Ja. Nou is diezelfde man, s'avonds om 19:30 bij Nova. En dan blijkt dat hij toch een paar prijzen aan moet passen. Maar dan wil ik weten om hoeveel prijzen gaat het ongeveer. Want hier, om 19:30 zit het, nou ja. Hij vond het niet de moeite waard om te noemen, nagenoeg niet. Nou, Nova, ja, het zijn er toch een paar. Nou wil ik weten hoeveel. Zijn dat er meer of minder dan 3? Ja, ik denk meer. Meer? Meer? Ja. Veel meer. Veel meer? Ja. Ja, toch? Dan de helft. Ja, ik denk de helft. Ja, ik denk het ook. Heel veel. Meer dan 3. We gaan luisteren. Wij gaan in ieder geval alle prijzen aanpassen op zodanig niveau dat wij als Jumbo in ieder geval voldoende afstand behouden met Albert Heijn. Gaat het er nog veel producten? Nou, zoals we nu ongeveer één kunnen schatten, is rond de 1200 producten die morgen naar beneden gaan. 1200? Wat was het? Jongens, allebei goed. Waren er meer dan 3? Ja. Even een beetje recht. Ja, zet hem maar recht. Ja, je mag hem recht zetten. We zijn echt geen doe het zelf. Je moet zwaaien, even meer van je... Meer, kijk, iets meer van je af. Oké. Zie je? Dank je. Boom, dank je. Voel je me hoe die ongeveer gaat? Ja, nog één keer. Ik heb hem nog helemaal door. Ja. Volgens mij, jij hebt ook radio gedaan, hè? Nee, nooit. Helemaal nooit? Nee, nooit. Jij nou voor wel, maar volgens mij is er niks mis met jullie oren. Als je bij de media werkt, moet je gewoon goede oren hebben. Ik laat je zometeen een geluidsfragment horen. En dan zeg ik bij, het komt uit een televisieserie. Nou wil ik weten uit wat voor soort serie. Je hoeft niet te zeggen, het is Nova of... Maar uit wat voor soort serie dit geluid komt. Luister goed. Wat voor soort programma kan dit zijn? Ja, ik zou zeggen, doe het zelf programma. Nee, ik denk een medisch programma. Medisch. Jij denkt een medisch programma? Actualiteitsprogramma. En jij zegt een actualiteitsprogramma. Dan kan ik je zeggen, jij hebt gelijk. Nee, dit geluid komt uit de Belgische ziekenhuisserie Spoed. Kijk. Wordt in Nederland uitgezonden. En ze doen een hersenoperatie. Ah joh. Maar dan heeft de geluideman waarschijnlijk gedacht, nou laat ik het geluid maar ietsje aandikken. Dan krijg je dit. Geleider, Jigglyzaag. De hersens. Ja. Wat moet er in de nou, dat gaat je in de studio. Ja, goed, die geluideman heeft zich gek gelachen. Mooie klap. Er gebeuren veel wonderlijke dingen op televisie. Bijvoorbeeld, vorige week wilde ik naar het Sportjournaal kijken. En
Ik zet hem aan, ik val in de reclame. Nou, hier. Ja. Ja, oké, ja. Ja, dat komt al aan. Het was hier weer zo gevallen. Ja, er is iets niet in orde. En dat gaan ze nu in orde maken. En dat ga ik laten zien. Dus je voelt al aankomen. Er is nog steeds iets niet in orde, anders ga ik het niet laten zien. Ja? Nou wil ik weten, wat is er niet in orde nu nog? A. Zijn pak is nog steeds niet in orde. Ja, maar zo ben ik ook wel de beste kledingman van het jaar geweest. Ja, natuurlijk, ja. Of zijn haar is niet in orde. Of zijn stem is niet in orde. Of het decor is nog niet in orde. Ik denk dat hij nog een rochel geeft van je welstand. Van die. Dus dat met zijn stem. Ja, dat komt nog iets van met zijn stem. Ja, ik denk stem en decor. Stem en decor. Je mag er maar één kiezen. Oh ja, stem dan. Ook was dan. Heb je daar een reden voor om dat te denken? Nou, omdat ik hem zag doen. Ik denk dat er nog wel een verrassing komt. Ik denk het ook. Bert ook kennende. Ik denk het ook. Zo ging het verder. We hebben een paar problemen. Zijn er problemen? Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid. Inderdaad, zijn stem had opeens een damesstem. Nou, gaat hij weer redden. 1, 2, yo! Jeetje, dat zijn echt goede klappen, man. Zelf ben jij, zeg. Mm-hmm. Doe maar. Je kijkt er ook heel geconcentreerd naar. Ik heb hier heel op geoefend ook thuis. Heb je echt op geoefend? Oh, okay. Nou, let op. 1 in 2 weekend. Ik mag het graag zien. Weet je, altijd spectaculaire ongelukken, hoor, en zijn ze dan meteen bij. En dan, maar het is ook leerzaam, want dan leggen ze uit hoe het ongeluk kon gebeuren. Hè, dat je ook weet, dat moet ik zo voor dan niet meer doen. Nou. Oorzaak van het ongeval? Dat is mij niet bekend. Oorzaak van het ongeval, dat is mij niet bekend. Dat is jammer, want meestal dan zeggen ze, ja, ik heb een lang remspoor gezien, dus die reed te hard. Of rood licht gereden, of in die ene auto zat Katje Schuurman. En in die andere zat Marco Bakker, maar Patrick Kluivert reed. Weet je wel, dat soort redenen, dat kan allemaal. Maar hij zegt, ik weet het niet. Hoe komt het, het is een gokje hoor, hoe komt het dat hij het niet weet? Dat hij de oorzaak niet weet, een gokje is dit. Nou moet ja, hij is gewoon te laat, hij komt gewoon te laat op zijn werk. Hij komt net aan, hij heeft het nog niet gehoord en hij is de eerste die toevallig wat moest zeggen. Nee, ik denk dat hij het niet mag weten. Dat hij het niet mag weten? Ja. Er zit iets achter. Ja, complot. Een complot. Ja. 1 en 2 weken, dat moet altijd spannend zijn. Ja, dat... Oké, okay, ja. Laten we luisteren. Oorzaak van het ongeval? Dat is mij niet bekend. Meestal is het ongeval al gebeurd voordat wij er zijn. Ja, dat is wat. Ja, en let ook op het woordje meestal is het op. Er zijn gevallen bekend dat zij al lang klaar stonden op het kruispunt en zeiden rij maar. Ja, kan ik het goed? Ja, nee, het is ook niet. Ja. Hij was te laat. Hij was, ja, ik vind het wel een halve klap. Ja, halve. Kun je dat? Ja, ik doe met de ogen dicht. Ja, oké. Okay. Ja, hij is wel raak ook. Oké. Okay. Goed, heren, we gaan naar de grote hamers. Pak, oh, oké. Okay. Ja, grote hamers. Let op. Voetballiefhebbers? Nee, jij wel. Jij komt wel eens bij Ajax tegen. Jij? Nee, dat helemaal niet. Jij hebt de parkeerplaats alleen. Ja, ik ben ook groot voetballiefhebber. Ik zit ook wel zondagsmiddags sport te kijken. Maar dan zit je tennis te kijken en dan opeens komen onder in beeld, zonder dat je ze waarschuwen, Ajax Feyenoord 0-3. Dan denk ik, wat wil ik nog niet weten, want ik wil Studio Sport om 7 uur zien. Ken je dat? Mm-hmm. Nou, daar is heel veel kritiek op geweest bij Studio Sport, dus dat doen ze niet meer. Ze doen het nu anders, op een betere manier. Wij gaan even door met voetbal. Ik weet niet of jullie de uitslagen al willen weten, maar anders even oren dicht. Dat geldt ook voor de mensen thuis. Ja, dat vind ik goed, want zij gaat die uitslagen voorlezen. Ze zegt oren dicht. Ja. Nou, wat we zo meteen gaan doen, jullie krijgen van mij een koptelefoon zometeen. Ja. Met vreselijke muziek krijg je zometeen. Frans Bauer? Nee, het is erger. Oké. Okay. Maar dan gaan we even wat ik ga uitleggen. Want een kijker tipte ons, die zei als je goed kijkt, geconcentreerd kijkt, kun je toch ontdekken wat de uitslag was. Okay. Dan moet je, ja, dat is trouwens de tip die we beloond hebben, want dat vond ik echt scherp gezien. Dus je moet geconcentreerd kijken. Ik zet hem ook dichterbij, want anders is het... Nee, maar je moet echt heel geconcentreerd kijken. Dus jullie ook goed naar de monitor. Zo kun je er even boven. Thuis ook. Kom uit je stoel. Echt goed zicht erop, hè. Okay. Ik wil bijvoorbeeld van jullie weten of je
Zij gaat ze voorlezen of je dan kan ontdekken wat de uitslag is van Zwolle ADO. Oké. Okay. Wie het eerst roept, die mag slaan. Ja? Is goed. Ja. We gaan even kijken, muziek erop zetten. Is dat? Mag ik even horen welk nummer het is? Onze BNN-single, 5 bewogen jaren. Nou, ik hoor mezelf zingen zo. Nou, heb jij ook geluid? Wat? Nou, geconcentreerd, ja? Allemaal goed kijken naar het scherm, hè? Anders mis je hem. Komt-ie. Wij gaan even door met voetbal. Ik weet niet of jullie de uitslagen al willen weten, maar anders even oren dicht. Dat geldt ook voor de mensen thuis. Ja. Er is gevoetbald en er zijn dus uitslagen. Ja. Dit zijn ze. Top 1, 2. 1-2. Ja, 1-2. Snotvertikken we nog een toe. 2. Wat een colerenstreek is dit. Wat een goed verhaal. Snotvertikken we. Allebei slaan. Ik ben er zo kwaad over geworden. Oké, allemaal staan. Wat hebben we? Jij eerst, want dan weet jij wat je in moet halen. Ja, is goed. Gaat-ie. Jij mag! Nou, oké. Okay. Je laat je niet kennen natuurlijk, hè? Ja. 1-2. Nee, klein stukje over. Hij is de winnaar. Alsjeblieft, een grote hand. Dank u wel. Eddie, Zoe en Rick de Wild. Dank jullie wel. Dank je. Achilles, Agile of Achilles? Achilles. Achilles zeggen sommige handen Achilles. Zal ik Achilles zeggen? Achilles. Achilles Kools. Hij komt uit België. Hij is kunstenaar, schrijver en natuurliefhebber. En je woont op een prachtig terrein, groot terrein, natuurterrein, te midden van een kouwekolonie. En al jaren bestudeert hij de kouwe. Daar heeft hij ook al wel 3 boeken over geschreven, over de kouwe. Wat is er zo bijzonder aan de kou? Ik heb hem hier staan. Wat is er zo bijzonder? Het is geen kraai, hè? Deze zijn kleiner, maar je moet hem eens recht in de ogen kijken. Een kou. Ik kijk hem recht in de ogen. Prachtige parelmoeren oogjes. Deze zijn natuurlijk kunstogen, glazen ogen. Maar bij die echte zijn die mooi parelmoer. Ja, en je bent zo verkocht als je die bekijkt. Ja? Het is een heel bijzondere vogel. Wat is er zo bijzonder aan de kou? Je hebt er zo'n 150 vliegen daar. Ze hebben een hiërarchie met 1 leider. Echt waar? Troonpretendenten met hoge en lage in rangorde. Ik heb ook begrepen, je boeken, ze spreken ook een taal. Wel ja, ik heb onderling. Ik heb me daarop toegespitst op studie van die taal en beschreven in mijn boeken. Ja. En ze hebben zowat een 40-tal basisgeluiden met heel wat variaties en fluctuaties op, zodat ze een heuse taal hebben. Communiceren. Een koude taal. Maar dan gaat het nog een stap verder. Daar zijn ook weer dialecten in. En dialecten. En ze kunnen imiteren, net zoals papegaaien, beo's en Vlaamse gaaien. Een ekster dat doet, de pratende ekster. Een heel bijzondere, intelligente vogel ook. We hebben even, ik praat verder, maar we hebben even gefilmd bij u op dat terrein. Vertel even wat we zien. Dit is dat terrein, hè? Ja, dat zijn... Dat is van u, dat terrein? Ja, ik woon daar. Te midden van al die natuur... En met mijn kunstwerk, mijn beelden, ja. Maar zijn dat nou tamme kouwen? Wel, de vele daarvan worden gebracht door vogelopvangcentra en zijn door mensenhand opgevoed. En zijn behoorlijk tam, hebben een imprint op mensen. Omdat zij in hun jeugd alleen mensen gezien hebben en het eerste levend wezen dat ze aanschouwen, gaan ze dan ook imprinten als soortgenoot. Dus hun sociale neigingen en hun seksuele interesse gaan zij richten op de mens. Maar, en vandaar dat ze zo tam zijn. Maar komen op mijn hoofd en op mijn schouder zitten. Maar er zit geen hek omheen. Ze kunnen wel wegvliegen als ze willen. Ze vliegen vrij. Het is vrijwillig. Het is de bedoeling dat die kouwen die bij ons gebracht worden, dat die een natuurlijk bestaan leiden. En de mensen die dan ook brengen, het is een moedige daad trouwens, zo'n vriendje, een kou waar ze met heel veel zorg hebben opgevoed, om die dan de vrijheid te geven. Ah ja. Nou, luister. Waar we nou speciaal voor uitgenodigd hebben, want er is groot nieuws, hè. Volgende week is het zover. Waar moeten we bij stilstaan? Wat gaat er volgende week gebeuren? Dan is het de huwelijksmarkt. Leg uit. Ja, zowat 1 november. Dan beginnen die driften te boven te komen. Dan is het 1 gekakel langs mijn huis. Gaan de mannetjes een vrouwtje zoeken? Ja, de mannetjes zitten dan voortdurend te tjupen en met heel veel driften langs hun broedholte. Met dat gekakel als van castagnetten. En dan groeien ook trouwens, beginnen langzaamaan de testicles te groeien bij de mannetjes, de eierstokken bij de vrouwtjes. Zodat het een hoogtepunt krijgt
naar, dus naar over ons, een nieuw jaar, naar april toe. Maar dat begint allemaal nu al. Het gaat nu beginnen. Maar, dan, maar niet alle mannetjes zijn aan het onderzoeken. Het zijn alleen de jonge mannetjes die dan gaan zoeken. Die nog geen partner hebben, maar bij de gepaarden komt ook weer terug die drift op gang. En elk jaar opnieuw, ja, het lijkt er wel op dat ze hun vrouwtje elk jaar opnieuw moeten veroveren. Je kunt het niet voorstellen. Maar, ik heb begrepen dat ze hartstikke monogaam zijn. Ze zijn strikt monogaam. Altijd zijn ze samen, dag in, dag uit, hun hele leven lang. Als het mannetje een vrouwtje eenmaal heeft gevonden, dan blijven ze de rest van hun leven samen. Ze verliezen elkaar zelfs nooit uit het oog. Dat is mooi. In de velden dribbelen ze naast elkaar. Mooi is dat. Op hun stek zitten ze dicht bij elkaar. Op de schoorsteen of bij hun nestkast. Tegen elkaar aangedrukt. Heel intiem bezig. Maar, als ze dan al een jaar of, laten we zeggen, 10 of zo bij elkaar zijn, dan wordt de seks minder. Dat gebeurt in huwelijken ook wel eens. Nee. Dat is bij hun niet. Nee, de intimiteit neemt toe met de jaren. Echt waar? En je kunt ze dan was ik maar een gauw. Zien hoe zo'n vrouwtje, ventjes, vertjes aan het krauwen is. Achter in de hals, met een intimiteit die echt toeneemt. Terwijl hij er met gesloten oogjes bij zit en nog altijd diezelfde kerende geluid staat horen is. Als toen in het voorjaar van hun verloving. Zowat van die geluidjes die doen denken aan de kinderpraat die door menselijke minnaars wordt gebezigd. Heel aandoenlijk om ze bij te zien. Komt er ook jaloezie voor dan? Als ze zo trouwen eens zijn, dan kan er ook wel eens jaloezie. Ja, de hiërarchie dus is door de mannetjes. Maar vechten doen voornamelijk mannetjes. Hè, stoer doen, imponeren. Maar vrouwtjes kunnen ook wel eens vechten, inderdaad, uit jaloezie. Dat gebeurt onder vrouwtjes. Ook mannetjes kunnen jaloers zijn wanneer een van de partners te dicht in de buurt komt van een ander. Want je ziet ze dus onafscheidelijk altijd samen. Dat brengt me op een andere vraag. Ik weet niet of ik het wel maffe. Komt homoseksualiteit voor? Om? Ja, ja. Echt waar? Ze zijn strikt monogaam. Niettemin heb ik toch afwijkende vormen vastgesteld. Zij het heel uitzonderlijk. Zoals echtscheiding, homofilie, driehoeksverhouding. En ik heb toch wel eens betrapt op overspel. Echt waar? Je zoekt het niet achter ze. Nee, je ziet ze wel eens vliegen, denk je. Het zijn zo'n bijzondere vogels. Ja, nee, ze kennen je denkt, allerlei. Ja, het is een doodgewone vogel. Ja. Maar ze kennen allerlei eigenschappen die bijzonder zijn. Ze zijn bijzonder intelligent. Ja, ja, ja. Ze kennen een vorm van verzoening. Het is geweldig. Als ik u nou zo hoor, hè, tot slot. Dat hele liefdesgebied. De mens zou een hoop kunnen leren van de kou. Ja, mag ik vragen, wat heeft u geleerd van de kou? Inzicht heb ik gekregen in het feit dat een dier geen ding is, geen object, geen exemplaar. Het zijn individuen met vaak sterke persoonlijkheden. Maar het is niet mijn bedoeling om menselijke eigenschappen in het dier te projecteren. Het is eerder omgekeerd. Het doet ons inzien hoeveel dierlijke erfenissen de moderne mens nog in zich heeft. En te midden van al dat andere evenwaardige leven leert de mens zichzelf kennen. Heel mooi. Dank voor uw komst. Dank voor dit verhaal. De Gouden Knuppels zijn we weer een tour. Die is bestemd voor dom gedrag, fouten, opmerkingen. We hebben tot nu toe, vier kandidaten. Ja, er kwam vorige keer die Christine van der Horst bij. Die een gesprek over een boek had wat ze nooit had gelezen. Wij gaan naar de volgende. Maar ik moet eerst even nog terugkomen op vorige week. Toen hadden we onder andere Maurice de Hond genomineerd. Die had een onderzoek gedaan. Welke maatregelen moet je tegen automobilisten nemen die geen ruimte maken voor een ziekenwagen? En dan had hij deze percentages. En toen zei ik, dat is 135% en dat kan niet. En toen hebben we mailtjes gekregen, want dat kan wel als je meerdere antwoorden aan mag kruisen. Ja, dat snap ik ook wel. Als je meerdere antwoorden aan mag kruisen, dan krijg je meer dan 135%. Maar het is toch een beetje onzin als je hier meerdere antwoorden bij aan mag kruisen. Want stel je voor dat je zegt, rijbewijs afnemen. Wat heeft het dan nog voor zin om ook waarschuwing te geven? Dit is toch een gradatie in ergere straffen. Ja, als je ze dan allemaal aan mag kruisen, dan moet je het zo niet doen. Dus, en bovendien, we hadden ons heel goed georiënteerd. We hadden namelijk, voordat we dat fragment gebruikten, gebeld met een medewerker van het programma. En die zei, ja, dat is een vergissing. Het had 100% moeten zijn. Dan heb ik heel veel mails gekregen, onder andere van Maurice zelf. Maar Maurice, bij deze, het klopt inderdaad niet. Goed. en wij hebben ook nog een onderzoek over Maurice de Hond gedaan. Maar die uitslag die wil ik u even niet geven nu. Goed, wij gaan naar de kandidaat. Misschien heb je hem al gezien. Ik laat er even het beginnetje van zien. Ja, weet je? Ja. Oh, ja.
Ja, let op. Kijk, en dat meisje wil kopiëren, maar de la is leeg. Het papier is op. Onthouden. Nou gaan we naar de reclame kijken. Haarscherp. Maar dat kan niet. Het papier was op. Dus dat kan niet. Dat is niet goed gedaan door dat bureau PPGH/JWT. Dat is het verantwoordelijke reclamebureau. Dus dat is een knuppel. Maar het wordt natuurlijk een gouden knuppel als ik naar een reclame uit een Aziatisch land kijk van een jaar of 3 geleden. En dat was een reclame voor chocoladekoekjes. Ja, goed. Ja, die koekjes die lust zij ook wel. Ja? Hé. Hé. Dat is geen gouden lookie, dat wordt een gouden knuppel. Voor dat bureau PPGH/JWT. Want het is de enige kandidaat van vandaag. En als u het ermee eens bent, gaan zij naar de eindronde. Bent u het ermee eens? Ja. Oké. Muziek. Muziek, we wilden, ik had gezegd, we gaan alleen maar oude hits doen. Maar dat lukt niet iedere keer, want het, ja, soms kunnen groepen niet. Er komen er nog genoeg, hoor. Colin Eerding komt Raider Love inderdaad nog zingen. Joep van Hek komt Flappie doen. Treintje Oosthuis komt nog, Henk Westbroek. Maar vandaag lukt het ons niet om zo'n oude hit hier te krijgen. Maar daarvoor in de plaats heb ik al iets heel bijzonders. In Johannesburg, in Zuid-Afrika, hebben ze namelijk een anderhalf jaar geleden een soort musical school opgericht voor kansarme jongeren die uit de ghetto's, uit de sloppenwijken komen, om ze toch een kans te geven. Nou, die kans hebben ze aangegrepen, want die jongeren zijn daar gaan leren zingen, dansen, spelen, hebben een musical geschreven en zijn naar Londen gegaan. En die staan daar nu al een jaar lang uitverkocht te spelen. Dat is de groep Umoja. Nu toeren ze door Nederland. Hier zijn ze. Umoja.
Mauwert, Zeten, Zeten, Umoja. En ze zijn tot 23 november aan toeren hier in Nederland. En dan gaan ze weer naar die grote show in Londen. Goed, deze week opnieuw drie personen die het licht laten schijnen, die hun licht laten schijnen over het nieuws van de afgelopen week. Allereerst is hier de leider van de Arabisch-Europese Liga, Abu Dhaja. En dan de premier van Nederland, Jan-Peter Balkenende. Applaus. En hier is Hare Majesteit de Koningin Beatrix. Majesteit. Goed. Majesteit. Ja, vereerd dat u kon komen. Fijn. Meneer Abu Dhaja, laat ik even met u beginnen. Want misschien kunt u het beste even aan de kijkers uitleggen wie u bent. Want elke keer als er nieuws is over Marokkanen of er is iets over, dan wordt u tevoorschijn getoverd om een mening te geven. Wie bent u precies? Ah wel, ik ben Libanees, ja? Woonachtig in Antwerpen. Ah ja. En daarom ben ik de aangewezen persoon om op te treden als woordvoerder voor de Marokkanen in Nederland. Ja, ik begreep het alleen niet helemaal, maar nu is het mij helemaal duidelijk. Goed. Meneer Spijkerman, ja? Wat is precies het verband tussen deze meneer Abu Dhabi en Mabel Wisse-Smith? Geen enkel verband. Ah, wat heerlijk. Oh, eindelijk een manspersoon dat niets te maken heeft met Mabel. Oh. Wou u niet of bent u homoseksueel? Pardon, mevrouw. Pardon. Maar dat komt in de beste families voor, hoor. Niet in de onze. Ik zeg niet voor niets de beste families. Hare Majesteit, het is een goede gewoonte dat u dat soort gevoelige uitspraken eerst even aan mij voorlegt. Maar moet ik dan voor elke scheet die ik laat eerst toestemming aan u vragen? Ja, dat is het principe van de ministeriële verantwoordelijkheid. En ik ruik hem nou geloof ik ook. Ja. Ik zal even zeggen dat hij naar bosviooltjes ruikt. Ja, meneer Balkenende, ja. Het was een hectische week. Ja, maar ik heb het goed gedaan, hè? Oh. Ik heb het weer goed gedaan, ik word eigenlijk steeds beter. Ja, ja. Tijdig en adequaat. En ik heb premier overeind, vier overeind in de zaak Mabel. Nou, wat hebben we, er staat niet vier overeind. Nee, dat was een dichterlijke toevoeging, mijn opzet. Maar ik heb het goed gedaan. Kom ik straks nog wel even op terug. Daar was ik al bang voor. Ja. Meneer Dhaja, wekenlang lezen we nu berichten, hè, over problemen met Marokkaanse jongens. Het doodschoppen van Anja Joos, poppen ophangen in lantaarnpalen, ja, met name van agenten. Dat kun je toch positief duiden? Je kunt toch ook blij zijn dat er eindelijk weer eens gebrikkebrakt wordt in die kringen? Toen luisteren, ik wil het absoluut niet bagatelliseren. Ja. Maar ik zie het probleem niet. Nee, dat is me wel duidelijk dat u het probleem niet ziet. Want u komt hiermee, de AEL, uw groep in, wil excuses voor stigmatisering van de Marokkaanse gemeenschap. Dat is absoluut. En dat terwijl op het ogenblik bejaardenhuizen, die worden geterroriseerd. Ach, wat is dan uw definitie van terroriseren? Nou ja, zeg, kom, ze hangen voor de deur bij die oude mensen. Ze breken in en ze gaan zo hun woning in. Komt er eindelijk eens bezoek bij die mensen, is het weer niet goed, hè? Ze maken ook dit soort gebaren. Ach ja, maar dat zijn toch allemaal kwieke flupknakjes, schavuitenstrekers. En kom dan. Als die spelersbus van Ajax in een fik wordt gestoken door Hollanders, dan is dat vandalisme. Ja. Maar als dat door Marokkanen zou zijn gedaan, dan was dat een multicultureel drama. Ja. Terwijl in beide gevallen het eindresultaat is alleen maar dat die een bus kapot is. Ja, maar die oude mensen die zuigen het toch niet uit hun duim? Waar twee kibbelen, meneer Spijkerman, dat weet je net zo goed als ik. Je hebt er twee schuld, hè. Die oude mensen, al die bejaarden, dat is één grote provocatie. Dat zit de hele dag maar een beetje, agressief uit een raam te keukaleuren. En die brengen iedereen opzij, die willen applaus voor hun leeftijd. En die zitten effectief alleen maar een beetje te kankeren de hele dag. Dus dan is het weer te warm, dan is het weer te koud, hè. Dus dat is gewoon nooit goed. En ik vind dat zorgwekkend. Ja. Ik vind dat zorgwekkend dat in deze maatschappij zoveel vooroordelen bestaan. Ten aanzien van de Arabische gemeenschap. Ja, meneer Abu Dhaja, maar je kunt het er niet omheen. Er is een onderzoek gedaan in Amsterdam van de 1500 criminele jongeren. Is driekwart Marokkaans? Ach, dat gegoogel met cijfers. Als wij als Arabieren nergens spijt van hebben, dan is het wel van de introductie van het getal 0 2000 jaar geleden. Hè. Maar je kunt dat toch ook allemaal positief zien? Dat kunt dat toch allemaal positief in verband trekken? Ik zeg van de week, zag dit in de krant. Allochtonen, er zijn hier te veel allochtonen. Als zelfs allochtonen niet meer naast allochtonen willen wonen. Dat is toch de integratie een feit? Ja. Ja. Maar wacht even. U ziet wel al... Ja. Maar u ziet kans alles 180 graden te draaien in uw voordeel, hè? Daar mis mee. U weet van elke raad. Majesteit, het lijkt me niet handig om mensen van het Koninkhuis aan te stellen om RVD-personeel te screenen. Ik zou zeggen, het enkele feit dat meneer hier Marokkaan is, wil nog niet zeggen dat hij geen werk heeft. Ten eerste is meneer geen Marokkaan. Dat zegt toch niet? Ten tweede heeft meneer een job. Oh,
Hartstikke goed voor je, joh. Ja. Wat doe je voor werk? Ik zie het als mijn taak om de Marokkaanse gemeenschap te mobiliseren en te zorgen dat ze niet verder aanpassen. Oh, hartstikke leuk, joh. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, meneer Balkenende, er is deze week een hoop te doen, hè, over een brief die prins Bernhard dan geschreven zou hebben aan Adolf Hitler in de oorlog, dat hij wel stadhouder wilde worden in Nederland. Ja, papa is een type van niet geschoten altijd mis. Ja. Nou, dat is een gerucht dat steeds weer de kop opsteekt. En ja. We hebben het deze week echt uitvoerig laten onderzoeken door de AIVD en de brief is niet gevonden. Dus? Hij zal binnenkort wel opduiken, ja. Ja. Maar wij denken ook dat als hij opduikt, dat het dan uitsluitend zal gaan om oppervlakkige contacten in het kader van zeilwedstrijden met de heer Hitler. Ja. Dat is weer allemaal. Wat zal er nou helemaal aan de hand zijn? Hè? Misschien heeft die prins Bernhard ooit tussen alle honderden, duizenden brieven die hij in zijn leven geschreven heeft, misschien één klein katerelletje naar Albert, Adolf Hitler gestuurd. Wacht even bij die AIVD terug te komen. Dat onderzoek naar die Mabel Wisse-Smit, dat is dan oppervlakkig gedaan, want ze waren... Wat is het dan steeds, majesteit? Dus bij de naam Mabel heb ik een kleine allergie. Ja, maar dat onderzoek is oppervlakkig gedaan, omdat het kabinet bang was voor de mediaverre. Ze waren bang dat er dan grote koppen in de krant zouden komen als ze wel een goed onderzoek deden. Ja, dat had dus zomaar kunnen gebeuren, ja. Nee, de krant hebben volgestaan. Het is gebeurd. Ja, nou, dan zie je wel dat heel terecht was, die zorg die we hadden. Maar ik wil er ook nog eventjes op wijzen dat de AIVD heeft ook wel heel goed werk gedaan. We hebben deze week namelijk een aanslag weten te voorkomen op Nederland. Ja, dat is zo mooi. We hebben 5 willekeurige onschuldige moslims van hun bed gelicht. Hè? Dan is er zogenaamd een aanslag verijdeld. Ja. Terwijl die AIVD had überhaupt geen idee wat ze van plan waren. Ik zeg dan op mijn beurt, wacht eerst eens af wat er zou gebeuren. Dan kun je altijd nog ingrijpen. Nou ja, ik blijf twijfelen over die AIVD van nu, want dit succesje komt u wel heel erg goed uit, hè, van die 5 moslims, toch? Ja, het komt vrij goed uit, maar ik wil er wel op wijzen dat de heer Osama Bin Laden nog deze week ons land heeft aangewezen als mogelijk doelwit. Ja, maar u gaat er niet op in, hè? Ik heb het over die AIVD, want er is weer van de week een dossier van Mabel Wisse-Smit verdwenen. Het is altijd op dat negatieve. Dat vind ik zo vervelend. Het is altijd op het negatieve. Kijk, er is dan één dossiertje is dan verdwenen. Maar er zijn er nog een heleboel wel. En daar hoor je niemand over. Ja, ik herken dat patroon, hè. Toch? Ik herken dat patroon. Altijd maar die een focus op dat kleine snippertje dat niet deugt. Hmm. Ja, goed zo, vriend. Kijk, want er is nog nooit eens iemand die binnenkomt die zegt... Goh, wat hebt u hier een hoop dossiers? En wat liggen ze allemaal keurig op onze bed? Nee. Kom nou. Meestal zitten kwijtgeraakte dossiers gewoon in het leesmap bij de koninklijke familie. Pardon? Zegt u nou? Haar majesteit zegt niks. Ze is met al haar tomeloze energie een steun voor allen en verdient ervoor bewondering en respect. Meneer Balkenende, spijt me, u zit uit uw nek te lullen. Ja, maar als ik uit mijn nek zit te lullen, dan is het raaskallen. En als een discjockey je dit, dan is het een toppertje en verdient hij 3 keer zoveel per jaar als ik. En zo ziek zijn we in dit land, ja? Ik zat net te denken, die heren die waren van BNN, die hebben de leus... we zitten in de shit, dus word lid. Ja. Maar bij ons, dacht ik, in het Koninklijk Huis is het zo. We zitten in de shit en dat komt juist door toedoen van die nieuwe leden. Dat is niet handig. Weet u trouwens wie mijn favoriete DJ is, meneer Spijkerman? Eddie Bekkers. Ja. Dit is kwistig met muziek. Ja. Meneer Balkenende. Meneer Balkenende. Precies kwistig is. Maar ik heb constant indruk, u ontwijkt mijn vragen over de AIVD. Ik vind die AIVD nog steeds slecht. En we mogen blij zijn, echt blij zijn, dat we in Nederland zulke goede onderzoeksjournalisten hebben. Goedenavond. De Tros TV-show neemt u ook deze keer weer mee op reis. Een reis naar een niet nader te noemen bestemming voor een ontmoeting op een geheime locatie. Want hoewel er geen sterveling op aarde is die zijn naam niet kent, is onze gast van vanavond de bescheidenheid zelf op het schuwen af en stelt die hoge prijs op zijn privacy. We gaan op bezoek bij een man die wordt verguisd en gevierd. We zijn te gast bij Osama Bin Laden. Oh, hallo, Ivo, mijn vriend. Salam alaikum. Oh, ja. Oh, kom maar, mijn vriend. Hij werd geboren in 1957 als zoon van een stinkend rijke vader.
Op deze foto zien we hem half verscholen achter zijn grote broers. Wie kon toen vermoeden dat juist dit buitengewone talent tot verstoppen nog eens van levensbelang voor hem kon zijn? Een man die sneller van verblijfplaats wisselt dan Jamai van Brilmontuur. Geen alcohol uiteraard voor deze vrome islamitische fundamentalist. Een kopje thee kunnen we krijgen, die op de authentiek Arabische manier wordt ingeschonken. Dit is wat je noemt een high tea. Ik moet hem beloven dat ik mijn telefoon tijdens het interview uit zal doen. Het zou de verblijfplaats van de Saoedische prins kunnen verraden. Signore Bin Laden, vorrei parlare italiano con lei. Ik vraag hem of ik Italiaans met hem kan spreken. Oder wollen Sie vielleicht auf Deutsch mit mir plaudern? Duits dan misschien. Ou préférez-vous français, car c'est aussi possible, car je parle français aussi. Ook geen Frans. Murske tafliera via la buona, lilla buona, buona. Maar Osama spreekt alleen een of ander schimmig Afghaans herdersdialect. Osama Bin Laden. Een man met wie ik uren zou kunnen praten, als hij me zou interesseren. Maar hoewel ik dit werk nu 23 jaar doe en tot in de verste uithoeken van de wereld en grootheden heb ontmoet als Yves Montand, Hans Lieberg, Roald Dahl, Henry Kissinger, Hans Lieberg, Patrick Bruel, Dave en nog een keer Hans Lieberg en Hillary Clinton, die me terugbelde om te zeggen dat ze dit haar beste gesprek ooit had gevonden. Maar ook een Roger Moore, een John Cleese, een Céline Dion en Mireille Mathieu heb ik geïnterviewd. En allemaal in hun eigen taal. En toch zal dit vraaggesprek me nog lang heugen. Dit gesprek met deze Osama Bin Laden. Als ik mijn thee op heb, blijkt die te zijn verdwenen. Mr. Bin Laden? Ik besluit op eigen houtje nog wat rond te kijken in het nederige stulpje van deze Saoedische prins. Een man die ooit kon mingelen met de grootte der aarde. Osama met papa George Bush senior. Osama met Dick Cheney. En met een of andere blonde stewardess. Als blijkt dat Osama ook nu weer het hazenpad gekozen heeft, rest ons niets anders dan de reis terug naar huis maar te aanvaarden. Ik wil gaan afsluiten, maar wat ik nog vraag wil, hoe moet het nou verder met de Marokkanen? Ach, door de bank genomen gaat het helemaal niet slecht met de Marokkanen, nee. Überhaupt niet. Nee. Nee. Kijk nou eens naar die geweldige spits van AZ, ja. Ali Al-Khattabi. Ja. Die scoort binnen 4 minuten 2 fantastische doelpunten. Ja, hè? Ja, dat waren echte kooltjesdief. Ja, dat is dus weer typisch voor het Nederlandse discours. Als het een Nederlandse spits zou zijn geweest, was het een wereldspits. En als de Marokkaan is, is het een kooltjesdief. Ja, zo blijft. Kom er nooit uit. Even nog naar u, meneer Balkenende. Hoe kijkt u nou tegen dat verwijt aan van Wouter Bos dat u de koninklijke familie schade heeft berokkend? Ja, het stoort me. Het raakt me. Ja. En het krijgt me nog wel. Ja. Jan-Peter, neem een pepermuntje. Wat is dit toch? Dossier... Mabel. Oh. Nou laat het pepermuntje met zitten. Nee, een oude brief. Ja, dat komt ook wel. Hoe laat het dan? Free. Ja. Check waar is de aftiteling als je hem nodig hebt. Ja, precies. Ja, laten we gaan afsluiten. Ik wil gaan afsluiten. Dit was Kopspijkers. U heeft misschien in de krant gelezen dat Kopspijkers stopt. Dat klopt. Voor nu. Volgende week zijn we er weer. Dag!